Hè? Naar rechts. Nee, echt? Nou, ik ga deze poort openmaken dan. Ja, ja, ja. Ja? Ja. Ben heel benieuwd. Nee. Wat erachter zit. Ja, ja. Ja, klaar voor? Ja. 3, 2. Ja. Ja. Jawel hoor. Ja. Jawel. Ja, ja. Otto. Ja. Otto, kom maar. Ja. Volgens mij kun je gewoon... Ja. Het is net of we verwacht worden. Nou, kom maar, Otto. Nee, ik ga terug. Otto. Otto, charlatan. Moet helemaal niet goed. Moet helemaal niet. Het is een hele aparte plek, dit. Vreemde mensen allemaal. Ik ga eerst even rijden. Ja, ik ben dertig. Oeh, ja. Het is een draad. Otto? Ja. Kom maar. Otto, ik ga eerst hier even dat weet ik het. Ja? Ja. Gelukkig. Je bent op de juiste tijd en op de juiste plaats. En u vraagt zich natuurlijk af waarom wij hier zijn. Nou, Otto, wij eigenlijk ook. Wat is het? De Esmeralda. Dat klopt. Waarom wij hier zijn, dat weet alleen Esmeralda. Voor ons is het de grote vraag. Maar, voor u mevrouw. Waarschijnlijk het grote geluk van vandaag. En verder bent u natuurlijk ook nieuwsgierig hoe wij hier zo terecht gekomen zijn. Hoe wij hier terecht gekomen zijn. Je bent duimpje, Otto, nu even niet. Hoe wij hier terecht gekomen zijn, dames en heren, dat wil ik u graag vertellen. Het was een lange, lange paradocht. Waarbij wij vele ontberingen hebben moeten doorstaan. Kunnen we even overleggen? Otto, wat is er toch? Ik sta daar, ze pakken me. Nee, ik ben Otto. Schouwtje.
Esmeralda is... Wat is er met Esmeralda? Otto, ik ben bezig. Kijk, zien deze mensen? Ik moet het toch duidelijk maken. Ja, dat is ook heel belangrijk voor de inkomsten en zo, maar misschien moeten we Esmeralda heel even aandacht geven. Aandacht. Natuurlijk. Dames en heren, Esmeralda, ons draaiorgel, zij is een erfstuk. Gemaakt door mijn wet over grootvader Jozef. Kijk, hier ziet u hem. Hij was namelijk dirigent van een orkest. Jaren en jaren heeft hij eraan gewerkt. En toen het eindelijk klaar was en hij het vol trots werkend wilde laten zien, toen stierf op mysterieuze wijze zijn vrouw Esmeralda. Sindsdien draagt het draaiorgel haar naam. Maar, pas op mensen, zij is geen gewoon draaiorgel. Nee, zij heeft gaven. Net als mijn wet over grootmoeder. Het lijkt zelfs wel alsof het orgel door haar bezield is. Ik maak een beetje haast. Ja, Esmeralda is het die ons hierheen heeft geleid. Dames en heren, mogen wij een groot applaus voor Esmeralda! En nu we hier toch zo met z'n allen staan, waarde gasten, zou ik u graag willen voorstellen aan mijn grootste liefde. U hebt al een kort kennis met haar gemaakt. En zij is de moeder van onze twee dochters. Hè? Zij is Vito Boris, afgestudeerd hooglerares en dokter Anders magister in de ongeluksbestrijding. Ja, dat is goed. Maar ook gewoon mijn fantastische vrouw die werkelijk alles kan. Dus graag uw handen op elkaar voor Virginie Charlaton. Dank u wel, dames en heren. Dank u wel, Esmeralda. Muziek. Liefje, jij hebt mij nu voorgesteld. Wij al toch? Nee, ik heb even vergeten. Nee, ze weten niet wie ik ben nu. Druk snel, Otto Abbout, snel. Dames en heren, ik ben het vergeten. Het is er wel, Otto. Wij komen van ver, over de wegen van Ot naar Her. Volg je hart, liefde en tranen, dat is ons sterke bestaan. Geen duit in je tas en zonder kompas. Dat wil Esmeralda. Kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen. Profiteer ervan. Ja, kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En van ons in vele landen. De charme. Is dit nu wat het lijkt? Is het doel van de tocht bereikt? Serafini, klaar? Afgelopen? Begint nu de angst op de hoop? De reis is voltooid, al stoppen wij nooit. Esmeralda, kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze hand. Ja, kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En van ons in vele landen. De charlatans. Ja, zo ging het even. Wat een tocht. Oh ja. Lang was onze tocht. Ja, te lang hoor. Want wij vonden wat werd gezocht. Oh ja. Melodie en sturende krachten. Het eind van de trek, want dit is de plek volgens Esmeralda. Kom, blijf maar staan, wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan, en van ons
in vele landen de charlatans. Mensen, ik zei het al. Het was een marathon, maar het was ook een paratocht. Ja, ik heb er heel veel klachten aan over gehad. Ja, je had last van alles waar je last van kunt krijgen. Ja, daar zou ik het nu liever niet over willen hebben. En dan had ik daar weer last van natuurlijk. En onrustige dromen bijvoorbeeld. Ja, ik moet er laatst een eind in de slaap, mevrouw. Dat is heel vervelend. Midden in de nacht gaat hij rechtop zitten. Roept hij in één keer. Panipa, panipa, pa. Dat is toch raar? Ja, la, 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 la. Referenties van hier tot de maan en van neus in vele landen de charlatans. Dank u wel, dames en heren, dank u wel. Zie je, Otto? Je kunt hartstikke mooi zingen. Oh ja, dankjewel. Ik heb geoefend, hè, met Esmeralda samen. Dames en heren, ik zei het al. Wij komen van ver. Nou, Esmeralda die leidde ons de weg. En in elk land waar wij kwamen, kregen wij steeds een nieuwe aanwijzing. En naarmate de reis vorderde, Otto, zij ging steeds krachtiger spelen. Iets waar ik altijd weer van top tot 10 kippenvel van krijg. Hè? Heel vervelend. Het begon trouwens al op de eerste plaats waar wij arriveren, hè? Het prachtige Parijs. Ik heb daar al fijne herinneringen aan. Romantische herinneringen. Oh, oh, bonheur. Wat zo zijn kinderen bij, hè? Oh, nee, nou ja, ga dan maar verder gewoon. In Parijs staan ze weer op een stoffig zondagtafeltje. Daar vonden wij tussen de spullen van bed over grootvader Jozef een boek. Een boek? Wij kon het boek helemaal niet lezen, maar Esmeralda wel. Jarenlang had zij gezwegen. Toen kreeg zij dit boek in handen. Het was alsof er een mirakel gebeurde. Zij kwam tot leven. Zij kwam tot bloei. En zo stuurde zij ons op pad. Ja! Spanje, je zei het niet, maar allee! Zat je op een keer. In Madrid kregen wij het tweede orgelboek van Juan de Lucia. Een castagnettenspeler waarvan zijn opa nog had gediend. Allee! In het orkest van oud-opa Jozef. Dat klopt. Mensen, in Spanje was het warm. Oh, zo warm. Maar het werd nog veel heter, want wij moesten naar Italië. Oh, met de vaste afstand op onze monden. En in Venetië, daar kregen wij weer een orgelboek. Met een aanwijzing. Ja. Maar voordat wij daar waren, we moesten met Esmeralda over de Alpen. Weet je hoe dat gaat? Hoog op! Hoog op! Hoog op! Hoog op! Hoog op! En daar in Venetië, daar reden we bijna met z'n tweeën zo, maar dat kan ook niet. Ja, maar bijna is niet helemaal hoor, sorry. Oh, we moesten naar Oostenrijk. We kwamen uit in Wenen. Oh. En daar walsten wij de Wenense. Dat is niet maar lekker mee hoor. Ja hoor. Oh. Eindtijden. Maar het is tijd voor een wissel. Wissel, dat doen we nooit. Hoezo ga je nou op wissel? Oh ja, tuurlijk. Meneer, ik was staan. Dankjewel. 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 Dank
In Wenen. Daar troffen wij klaviermeester Engelbert. Oh. Ik ben klaviermeester Engelbert. Hij gaf ons het volgende boek. Met een nieuwe aanwijzing, maar ook een waarschuwing. Jullie zoektocht is niet zonder gevaar. Dat zou ik. Jullie moeten jezelf beschermen. Maar Otto, niet alleen onszelf. Oh nee. Nee, vooral u. U? Ja, echt waar, zo waarschuwde hij ons. En toch zijn wij hier. Op eigen risico. Maar goed, waar waren we? Bij klaviermeester Engelbert. Ah ja. Ik ben klaviermeester. Ja, zijn aanwijzing leidde ons dus regelrecht naar het warme, zonovergoten Griekenland. Oh, en daar dansten wij de souvlaki. De sirtaki is een familiedans. Ja, dat is een hele leuke dans. Doe allemaal de armen op elkaar schouder. En dan gaat u door de knieën. Ja, en u kunt allemaal meedoen. Als u knieën heeft, dan kunt u dit. Ja, heel goed. Ja. Gaan we zo meteen met z'n allen naar links, hè? Ja. Heel goed. 3, 2, 1, ja! Komt u maar. Netjes. Ja hoor. Ziet er goed uit, mensen. Ja. En terug. Ja. Hoppa. En u mag sjoepen, hè? Dat doe ik ook. Heel goed. Ja, dat in Griekenland in die hitte plek van een Griekse tragedie. Ai, 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 Oedipus. Ik weet helemaal wat is er aan de hand? Het is een beetje mijn slag, maar ik weet niet precies. Ik wil in de techniek. Ja! Kinderen, naar Duitsland! Oktoberfest! Otto de Schoeken! Ik wil het niet. Otto de Charlatan! De Schoeken kan waarschijnlijk heel goed in. Nou, daar gaan we hoor. Zie je nou? Zie je? Klaviermeester Engelbert waarschuwde ons al. En Esmeralda probeert ons ook te waarschuwen. Otto, het is niet zonder gevaar. Nee, ja, dat... nee. Probeer ik al met dat sjouwtje aan het pers. Otto. Wat? Ik heb het door. Wat dan? Otto, wat dan? Luister. Wij hebben precies dezelfde route afgelegd als dat hij het bed over Roodwouden moest af met zijn orkest. Is dat goed of juist een heel, heel slecht teken? Weet ik toch niet. Nee, jij weet het niet. Dat kan toch ook niet alles weten? Nee, het is slecht maar... Ja! Dit is het. Dit is de plek. Het eind van onze trek. Op deze. Dat jij de mensen helpt met jouw gaven, hè? Kunnen we gelijk wat geld opzetten. En dames en heren, hier is ze dan. Dokter Anders Magister, Virginie Charlotte. Ja! Zij kan met haar gaven uw angsten... Wat is er iets? Wie heeft dit precies op? Geef me net wat geld. Er is niets om je zorgen te maken. Alles is aan de kant van de rij.
Wat dan? Wat? Wat dan? Iedereen moet weg. En ik wil een schone broek, alsjeblieft.